Het SOSG is het opleidingscentrum voor de cosmetische geneeskunde in Nederland. Hierbij worden artsen opgeleid tot toekomstige cosmetisch artsen KNMG. Na de opleiding van 2 jaar krijgen de artsen een geregistreerd titel, cosmetisch arts KNMG, waarbij ze dus betekent dat deze artsen voldoen aan alle eisen van de opleiding. De opleiding cosmetisch geneeskunde duurt 2 jaar. In die 2 jaar word je opgeleid tot een volleerd cosmetisch arts. Je leert dan eigenlijk op een perfecte manier van ervaren cosmetisch arts KNMG hoe je bepaalde behandelingen, zoals botulinetoxinebehandeling, fillerbehandelingen, maar ook andere cosmetische behandelingen in de dermatologie op een perfecte wijze kan uitvoeren. In het eerste jaar leer je heel veel over de anatomie en de assessment, hoe je bepaalde behandeling goed kan uitvoeren. Wekelijks krijg je een theoretisch gedeelte waarbij je dus meer uitleg krijgt over de achtergrond, over botulinetoxinebehandelingen en fillerbehandelingen. Dus in het eerste jaar word je met name door je opleider meegenomen in je opleiding. In het tweede jaar wordt het nog leuker, want dan krijg je dus meer zelfstandigheid. Je hebt nog steeds een wekelijkse terugkomdag, maar naast die terugkomdagen heb je zelfstandige spreekuren en je kan je eigen behandelingen uitvoeren. Na mijn opleiding geneeskunde heb ik gekozen voor de opleiding cosmetisch arts. Ik was altijd geïnteresseerd in de cosmetiek. Ik wilde heel graag iets met mijn handen doen en in deze opleiding kwam dat allemaal samen. Mijn opleider, dokter Tain, neemt mij mee in de wereld van de cosmetische geneeskunde. Zij leert me de fijne kneepjes van het vak en op dit moment mag ik al behandelingen uitvoeren onder haar strikte supervisie. Ik ben in 2015 afgestudeerd. Daarna heb ik in meer dan 1 jaar bij de chirurgie gewerkt. Vervolgens bijna 4 jaar bij de plastische chirurgie. En toen werd ik benaderd door dokter Tain om hier in opleiding te gaan. En dat was een kans die ik gegrepen heb. Inmiddels zit ik in mijn 2e jaar tot cosmetisch arts KNMG. En leer ik nog elke dag heel veel bij. Ik mag wel al veel meer zelfstandig doen. Hè, dus dokter Tain superviseert wel op afstand, maar ik heb mijn eigen spreekuren met inmiddels ook een eigen cliëntele en doe full face behandelingen. Daarnaast loop je ook in je 2e jaar stage bij de dermatologie. Dermatologie is eigenlijk onlosmakelijk verbonden met de cosmetische geneeskunde, want je hebt met de huid te maken, dus daarin leren we meer echt de pathologie van de huid en waardoor je ook weer in je opleiding en later als cosmetisch arts mensen veel beter kunt adviseren en een algeheel advies kunt geven, ook op het gebied van preventie. Ik wist er eigenlijk heel weinig van voordat ik met de opleiding begon en ik had er natuurlijk wel vaker over gehoord. Ik had me altijd verdiept in de dermatologie, dat vond ik heel leuk, dat wilde ik gaan doen. Maar ik vond de cosmetische geneeskunde ook heel interessant. Het ligt natuurlijk dicht bij elkaar. Maar je weet er als geneeskundestudent weinig vanaf. Helemaal niet dat er daadwerkelijk een opleiding voor is. Toen ben ik me er eens in gaan verdiepen. En toen ben ik met jou in contact gekomen doordat ik jullie een brief had gestuurd. Toen heb jij me alles over de opleiding verteld. En toen werd het wel heel interessant voor mij. Ik dacht namelijk altijd dat het gewoon een prikje hier en daar was, cosmetische geneeskunde. Maar hoe breed en mooi superspecialistisch vak het is geworden. En nu ook daadwerkelijk een opleiding, een specialisme ervoor. Dat werd heel interessant voor mij. Ja, ik weet nog dat je heel erg verrast was. Omdat je opeens merkte dat je best wel veel van de anatomie moet kennen, van het gezicht. En je dacht, nou, ik zet gewoon ergens even een naald. En dat je dan door allerlei lagen heen gaat en wat je precies doet. En in welke laag je welke structuren tegenkomt. Maar ook waar je de fillers of de botulinetoxines moet leggen. Ik merkte aan je dat je daardoor heel erg verrast was. En ook de diversiteit van de behandelingen, van het hele gezicht de hele dag. Ja. Dat je meteen door had van, oh, hier ga ik me niet vervelen of zo, ja, toch? Nee, zeker. Ja. Nee, dat had ik. En ook dat je de mensen dus ook langere tijd ziet en volgt. Wat ook maakt dat je zo specialistisch wordt in het gezicht. Je ziet het gezicht veranderen en verouderen. Ja. En daarvoor moet je gewoon zoveel mensen terugzien en zien wat er gebeurt. We zijn ook dagelijks samen erbij bezig. En dan merk je ook dat je veel sneller sprongen maakt dan wanneer je het allemaal zelf een beetje moet ontdekken. Hè? Ja. Want ik kan jou alles meteen meegeven van alles waar ik tegenaan ben gelopen. Gaat, ja, het gaat goed komen. Met goede sprongen, dat merk ik. Jij gaat heel snel. Ja, heel trots op je.
Later, als ik groot ben, wil ik de beste cosmetisch arts KNMG worden. In ieder geval een hele goede. Wil ik van alle markten thuis zijn. Dus mensen zoveel mogelijk behandelingen kunnen aanbieden en kunnen doen. Positiviteit brengen bij de cliënten. En blije mensen zien.